Yo, Vaco Gamers, Lars hier. Welkom terug bij Who Wants to Be a Millionaire. Ik wil nog steeds miljonair worden, dat is mijn ultieme goal. Wat moet ik ervoor doen? 15 vragen goed beantwoorden. Jullie kennen het riedeltje ondertussen wel. En als ik 15 vragen goed heb, dan heb ik gewoon een miljoen gewonnen. Zo simpel is het. En hij gaat die miljoen persoonlijk voor mij uitbetalen. Dat miljoen. Moet ik het wel goed zeggen. Dat miljoen. Goed plan, vriend. Hij is mijn mattie ondertussen geworden. Ik weet alleen niet hoe die heet. Hoe zou die vent heten? Als je die vent zo ziet, hè? Je ziet hem zitten in zijn stoel met zijn stropdasje en zijn grijze haren. Hoe zou die heten? Zet het even in de reacties neer. A popular game made by Playfish. Try to find out who has the biggest... Is niet goed. Is niet goed. House. Wie heeft het grootste huis? Wie heeft de grootste hersens? Wie heeft het grootste autootje? Of wie heeft de grootste spieren? De grootste brain natuurlijk. Dat is het enige wat telt. Echt waar. Is geen grapje, nee. Is geen grapje, nee. 100 euro. En ik ga proberen om mijn hulplijnen deze keer zo lang mogelijk te bewaren. Want ik gebruik ze steeds als ik het eigenlijk helemaal niet nodig heb. Which game begins with the line Marry Jafar or Die Within the Hour? Marry Jafar, Prince of Persia, Prince of Thieves, Prince of Wales... Of Prince of Tides. De enige prins die ik ken is de prins van Persia. Prince of Persia is de enige prins die ik ken. Ja, en die andere Pipo natuurlijk die in coma ligt in Hupplepuff. Maar dat is niet, waarschijnlijk niet de goeie. Hoe heet hij ook alweer? Frieso? Frieso was degene die in coma lag, hè? Welke van deze zit niet in Lemmings? Klimmers, schieters, gravers of bashers? Uh-oh. Lemmings, ultieme klassieker en ik weet het niet. Klimmers lijkt me wel. Diggers lijkt me ook. Zullen die lemmings kunnen schieten of zullen ze kunnen rammen? Ik weet het niet. Ik ga me 50-50 inzetten. Nee, dat ga ik niet doen. Ik ga het publiek vragen. Het publiek bestaat namelijk allemaal uit bejaarden en die weten dat soort dingen wel. Ik zou zeggen B. Dat er geen schietende lemmingen in zitten. Heb jij ooit een lemming met een pistool gezien? Ik niet. Dus ik denk niet dat B erin zit. Maar het zou zomaar kunnen dat ik het fout heb hoor. Ik heb wel vaker fout met dit soort dingen. Kan het toch goed? Shooters. Zitten geen schietende lemmingen in. Op zich best logisch. Want die lemmingen die kunnen zo'n wapen natuurlijk helemaal niet tellen. Correct. 300 euro. Jammer dat ik mijn lifeline nu al heb moeten gebruiken. Dat is een beetje balen. Oh. The first three games in the Call of Duty series were set during which war? De eerste drie Call of Duty games. Welke oorlog? De Golfoorlog, de Vietnamoorlog, de Tweede Wereldoorlog of de Eerste Wereldoorlog? Tuurlijk die. Tweede Wereldoorlog. En dat moeten ze weer doen. Call of Duty hoort in de Tweede Wereldoorlog. Dat hoort niet in een of ander vaag land te zijn met super high-tech wapens. Call of Duty, Tweede Wereldoorlog, ouderwetse pistolen, tanks, dat soort dingen. Dat is belangrijk. Welk karakter... Doet Ellen McLean inspreken in Portal 2? Gladiola, GLaDOS, GLaDIS of Gladiator? Dat is uiteraard GLaDOS. Nooit gespeeld, maar ik weet wel dat GLaDOS het is. 1000 euro, daar zijn we altijd vrij snel. De eerste 5 vragen zijn niet zo ingewikkeld. Het zou leuk zijn als ze de volgende vragen ook gewoon makkelijk houden. Om mij een beetje te helpen mijn doel van 1 miljoen euro te bereiken. 1 miljoen groene duimpjes, dat zou het ultieme doel zijn. 1 miljoen duimpjes. Gaan we nooit redden met z'n allen, maar ik had altijd hopen, toch? You can't lose money on this question. You can't lose money. Nee, klopt. Wat is de bijnaam van John McTavish in Call of Duty Modern Warfare 3? Rinse, soap, wash of clean? Geen idee. Modern Warfare 3. Wacht even. Ik heb iemand in mijn telefoon staan die dat heel graag weet. Die weet dat soort dingen. Ik weet niet of dat je hem kan verstaan. Maar ik ga hem even bellen. Even kijken hoor, waar staat hij? Toetsenbord. Contacten. Wie gaan we bellen? Is er maar één die dat kan zijn natuurlijk. Kijk of dat hij onder de T staat. Daar staat hij. The King.
We gaan de King eens even bellen. Scheelt mij weer een hulplijn. Even kijken hoor. Ik weet niet of dat je hem kan horen. Oh, niet in gebruik. Stomme King. Etter. Andere King. Ik heb nog een King. Die King. Bel die dan maar. Ik weet niet of hij hem kan horen hoor. Het nummer dat u gebeld heeft is niet in gebruik. King! Wat heb ik nou aan jou? Dat maar zonder King hoor. Dat maar zonder King. Soap. Lijkt me de meest logische. Soap. Daar had ik de King helemaal niet voor nodig. King, F you met je freaking head glitch. Ah, had ik je King eigenlijk eens een keertje nodig, dan heb je zijn telefoon niet op. Ik moet dus een nieuw nummer van de King regelen. Dat gaat nog wel worden. Take as long as you need. Oké. Okay. In welke game wordt de speler luitenant Jimmy Patterson? Call of Duty, Close Combat, Medal of Honor of Man at War? Man of War. Wat heeft deze game met Call of Duty en schietspelletjes? Haal er maar twee weg. En laat Call of Duty staan, want daar zit hij waarschijnlijk niet in. Dankjewel. Medal of Honor. Gewoon dat ik uit Call of Duty niks kan herinneren die zo heet. Dankjewel. Medal of Honor, dat was hem. Luitenant Jimmy Patterson. We got there. Ja, uiteindelijk wel. €4000 en ik heb nog één lifeline over. Kan ik Henk weer bellen? En die neemt waarschijnlijk zijn telefoon of ook niet op. Of hij weet het antwoord niet. Welke van deze videogames was ontwikkeld bij Maxis? Civilization, supercool spel. Ik heb Civilization 5 gekocht. Episch. Het duurt alleen 8 uur voordat je een potje uitgespeeld hebt ofzo. The Sims, Championship Manager of Grand Theft Auto. Grand Theft Auto is natuurlijk Rockstar. The Sims is ontwikkeld door Maxis. 100%. Doe nou niet of het fout is, want het is goed, vriend. Yes, the right answer. Ja, natuurlijk. The Sims, ik heb ze allemaal, vriend. Ik heb ze allemaal. €8000. Volgende. 16.000. Hier ging het de vorige keer fout, of niet? Nee, de volgende vraag. Niet bij deze, maar de volgende. 16.000 had ik goed de vorige keer. Toen ging het fout bij de 32.000. Aha. In the Grand Theft Auto universe, what name is used for the equivalent of New Jersey? Menen ze deze? Echt waar? Grand Theft Auto. Het equivalent, het gelijke van New Jersey. Is dat Sark, Herm, Guernsey of Alderney? Alderney. Kom maar. Dank u. Alderney, uiteraard Alderney. Dat zijn vragen die ik weet. Dit soort vragen moeten ze mij geven. GTA vragen, dat weet ik wel. Laat me niet zo'n probleem. €32.000. Als we deze halen, hebben we een nieuw record. En dan ben ik blij. Een hoop geld. €32.000. Wat zou jij kopen met €32.000 trouwens? Ik zou eerst een huisje huren ergens. En dan zie ik het wel. What are Blender, Unreal, WorldForge en Unity among many others? Programming languages, game publishers, game engines of LCD displays. Wat zijn Blender, Unreal, WorldForge en Unity? Zijn het programmeertalen, game publishers, game engines of LCD displays? Het zijn geen LCD displays, liquid crystal displays, ofwel beeldschermen. Programmeertalen zijn het ook niet. Ik twijfel tussen game publishers en game engines. Maar WorldForge betekent de wereld maken. De wereld smeden. Ik zeg game engines. Kom maar. Dank u, Unreal. Het is dat ik er van de week eentje toevallig zag staan. Correct. €32.000 op naar het miljoen. Doe even een groen duimpje, als je dat er niet gedaan hebt trouwens. Dat ding is ook groen. Dus even een groen duimpje doen. We gaan gewoon knallen richting de 1 miljoen. Het zou vet zijn als ik die 1 miljoen gewoon kon halen hier. Wat zie jij me eng aan te kijken? Hij zit me echt eng aan te kijken. The first home version of Space Invaders was created for which console? The Magnavox Odyssey, the Sega SG-1000, the Atari 2600
of de Mattel Intellivision? Space Invaders. Ik ken het wel. Sterker nog, ik ken het best goed. Maar voor welke console hebben ze dat als eerste gemaakt? Het is een pure gok. Gebaseerd op de naam Atari. Maar Atari was wel een van de eerste home consoles die er was. Atari. Lijkt me trouwens wel iets die Space Invaders zou doen. Yes. Nice, Atari. Hoppa. Atari. 2664.000 euro. Als ik nou in die studio had gezeten, had ik gezegd, laat eens jongens. Ik smeer hem. En nou wil ik gewoon echt niet meer falen. Ik wil dat miljoen gewoon halen. Eén keertje. Dit is me nog nooit gelukt. Hand of the Heavenly Bride is which number installment in de Dragon Quest serie? Hand of the Heavenly Bride. Welk nummer van Dragon Quest is dat? 7, 6, 4 of 5? Geen idee. Ik zou het niet weten. Ik ga Henk bellen. Ja, dat weet ik zeker, want ik weet het niet. En hopelijk weet Henk het wel. Henk lijkt me wel zo'n nerd die dat weet. Ik vond er heel wat dat ik Atari goed had. Kijken waar Henk mee op de proppen komt. Henk weet het ook niet waarschijnlijk. Kom Henk. Oh. Henk zegt D. 5. Oké. Ik weet niet wat slim is, maar ik vertrouw op Henk. Yes! Nice! Nice, 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 nice. You're doing well, ja absoluut. 125.000 euro. Oh, nog maar 3. 1, 2, nog maar 3 vragen goed en ik heb een miljoen. Een digitaal miljoen, maar... Het zou wel stoer zijn. Gaat niet lukken hoor, want ik krijg nu een vraag die ik echt totaal niet weet. Dat is een huge amount of money to win. Ben ik absoluut met je eens. In de jaren 80 game Elevator Action. Welke rol heeft daar de speler? Welke rol heeft de speler in de jaren 80 game Elevator Action? Agent 34, 68, 51 of 17? Ik wist niet dat ze zoveel agenten hadden. Hebben ze geen namen? Jaren 80 game Elevator Action. Pure gok. Kans van 1 op 4 dat ik het goed heb. Agent 51. Ik weet het niet. Ah, nee. Agent 17, dat was mijn freaking tweede keus. Agent 17. Misschien dat jullie mij blij kunnen maken met een groen duimpje, jongens. Dat zou super vet zijn. Ah, we zijn lekker hoog gekomen deze keer. Het ging goed. Volgende keer gaan wij absoluut dat miljoen winnen. Als jullie in de tussentijd een groen duimpje doen, ga ik de volgende keer een miljoen winnen. En Vaco Gamers, vergeet niet, tot de volgende keer hier op Vaco Games. Mazzel!